Een goede voorbereiding is belangrijk voor een succesvolle operatie. Volg daarom voor de operatie de volgende instructies goed op: Stop met roken. Bij mensen die roken geneest de operatiewond minder goed. Draag geen sieraden of piercings. Gebruik geen make-up, bodylotion of crèmes op uw gezicht en lichaam. Verwijder nagellak of kunstnagels met een kleur. U moet voor de operatie nuchter zijn. Dit betekent dat u voor uw operatie niet meer mag eten en drinken. Oh. Tijdens de operatie kan eten vanuit uw maag uw keel instromen. Dit kan levensbedreigend zijn. U mag daarom op de dag van de operatie niks meer eten. Ook geen soep of bouillon. Heldere dranken drinken mag wel. Bijvoorbeeld water, thee, aanmaaklimonade en zwarte koffie. Suiker mag wel. Drink geen melkproducten, sappen, koolzuurhoudende dranken of alcohol. Vanaf twee uur voor uw operatie mag u niets meer eten of drinken. Medicijnen die u mag blijven gebruiken kunt u dan met een klein slokje water innemen. Volg deze instructies en u gaat goed voorbereid naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt u opgenomen op de verpleegafdeling. Hier krijgt u van een verpleegkundige een operatiejasje en een polsbandje met erop uw gegevens. Voor uw kleding en eigendommen zijn er kluisjes aanwezig. Laat uw waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. U kunt plaatsnemen in bed tot u aan de beurt bent voor de behandeling. Vervolgens wordt u naar de voorbereidingsruimte gebracht. Hey. Hier krijgt u een infuus, een bloeddrukmeter om uw bovenarm, plakkers op de borst voor bewaking van het hartritme en een knijper op de vinger voor het meten van het zuurstofgehalte. U maakt kennis met het anesthesieteam. Zij begeleiden u tijdens de hele operatie. Bij een plaatselijke verdoving wordt deze mogelijk hier al geplaatst. Plaatselijke verdoving noemen we ook wel perifere blokkade of plexusanesthesie. Hierbij worden zenuwen die naar het operatiegebied lopen tijdelijk uitgeschakeld. Afhankelijk van waaraan u geopereerd wordt, kiest de anesthesioloog de juiste zenuwen die verdoofd moeten worden. Bijvoorbeeld een gedeelte van de armen, benen of romp. Tijdens de plaatselijke verdoving bent u bij bewustzijn. Soms wordt plaatselijke verdoving gecombineerd met narcose, een ruggenprik of sedatie. Plaatselijke verdoving wordt meestal toegediend op de voorbereidingskamer. De anesthesioloog injecteert de verdoving rondom de zenuw met behulp van een echoapparaat. Soms worden uw spieren kortdurend gestimuleerd. Ze kunnen daardoor bewegen. Dit is een controle of de juiste zenuw verdoofd wordt. Dit is niet pijnlijk. Kort na de prik merkt u dat het verdoofde gebied gaat tintelen of warm lijkt te worden. Na ongeveer 20 minuten is de verdoving ingewerkt. Het verdoofde gebied is gevoelloos en u kunt het tijdelijk niet bewegen. U wordt naar de operatiekamer gebracht. Hier neemt u plaats op de operatietafel. Het gehele operatieteam stelt u een aantal vragen om te controleren of u de juiste persoon bent voor de juiste operatie. Nu kan de operatie beginnen. De verdoving werkt tussen de 6 en 24 uur, afhankelijk van uw operatie. Wanneer de verdoving uitgewerkt is, komt de kracht en het gevoel geleidelijk terug. U wordt na de operatie naar de uitslaapkamer gebracht. Gespecialiseerde verpleegkundigen bewaken u hier. Mogelijk bent u nog slaperig. Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u pijn krijgen in het operatiegebied. Goede pijnbestrijding bevordert de genezing van de wond, versnelt het herstel en vermindert de kans op complicaties. De verpleegkundige vraagt u of. En hoeveel pijn u heeft. U kunt dit aangeven met een cijfer van 0 tot 10. Dit is uw zogenaamde pijnscore. Als dat nodig is, krijgt u extra pijnstillers. U kunt hier ook zelf om vragen. Op de uitslaapkamer krijgt u een waterijsje. Dit kan u helpen om prettig wakker te worden. Bent u wakker? Is de pijn onder controle en voelt u zich verder goed? Dan mag u naar de verpleegafdeling. Hoeft u na de operatie niet in het ziekenhuis te overnachten? Dan zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden als u naar huis gaat. Van een verpleegkundige krijgt u persoonlijke instructies voor uw nazorg. De medicijnen die u hebt gekregen kunnen uw reactievermogen nog een aantal uren beïnvloeden, ook al bent u wakker. Bestuur er om de eerste 24 uur, beslist geen auto, fiets of ander voertuig. Bedien geen machines en neem geen belangrijke beslissingen. Zorg ervoor dat een begeleider u naar huis brengt. U mag de eerste nacht na de dagbehandeling niet alleen thuis zijn. Woont u alleen? Vraag dan of een naaste een nachtje bij u logeert. Deze kan dan bij eventuele problemen of dringende vragen contact opnemen met het ziekenhuis. Heeft u thuis nog veel pijn? Gebruik paracetamol of pijnstillers die uw arts heeft voorgeschreven.